Hallo dames en heren van Brit TV. Leuk dat jullie kijken naar een splinternieuwe video. En vandaag gaan we Gio omtoveren tot de mooiste vrouw ter wereld. Dat alle mannen denken, lekker ding. Ik ben weer het slachtoffer. Ring ring, lekker ding. Trek me aan mijn ding. Nou, we gaan nu de heiniging in. Deze handig voor je beentjes. Dat is voor je voeten. Dat is als je eelt hebt. Nou, ik weet niet hoeveel eeltje je hebt op je poten. Test. Zijn dit testdingen? Ja, dat zijn testdingen. Nou, Gio gaat even wat testen. Wat mag je pakken en wat niet eigenlijk? Dit mag je pakken? Nee, dat is geen test. Dat is wel een test hoor. Staat dat nummertje erop? 41, dat is test. Dat is de formule, denk ik. Is dit allemaal test? Allemaal test, ik wou net zeggen. Nu, dit is dit de lipstickkleur. Ik moet me opmaken. Ja. Voor een. Het is niet zo heel leuk omdat naar vlak van moederdag met die drukte. Oh. Heel eerlijk gezegd. Oké. Okay. Nou, we zijn nu uit van heen gestuurd. We zijn eruit gestuurd, we gaan. En we zijn nog ineens een minuut binnen. Ja. We gaan eens even kijken of ze hier make-up willen geven aan Gio. Zo, er werd gestolen, zag ik. Ja, we gaan er komen. Weet je wat hij deed? Hij liet alles pleuren. Wat ja, dat was omdat jij nu gaat pleuren. Testjes met cijfertjes. Wil je de rode? Doe maar. De rode. Moet ik hem voor jou opdoen? Ja. We zijn bij de volgende winkel. De vorige waren we eruit gestuurd, maar we gaan hier even kleding passen. Hartstikke fijn natuurlijk. Ja. Gio, zie jij al wat op je maat? Ja hoor. Zie je al wat moois liggen? Ik zie al hartstikke mooi. Hij ziet al dingen. Ja, liggen natuurlijk. Dolly? Deze. Nee, die heb ik al, een Dolly. Deze doen we. Doen we deze? Mooi. Ja, die doen we. We hebben een broek uitgekozen. Die ga ik even passen. Die gaat hij even passen. En dan zien we jullie zo en dan zie je het eindresultaat van zijn mooie broekje. Oh, het wordt echt een heel mooi meisje. Ik ga haar verkering vragen. Ja. Ik ga Gio straks verkering vragen. Ja, dat is wel heel mooi hoor. We hebben het eindresultaat. Ik doe het gordijntje open en dan gaat hij in een sexy pose staan. En dan zien we hoe hij eruit ziet. Gio, ben je klaar? Ja. Yo. Oké, we gaan nu een shirtje uitkiezen. Ja. Want dit is zo sexy. Ja. Nou, no. We hadden bedacht dat je deze aan. Deze ken je niet over, we mogen niks over ons hoofd. Oké, we mogen niks over ons hoofd. Nee, wij gaan even zoeken. Nou, het resultaat van zijn mooie sexy jasje natuurlijk. Opzij. 1, 2, 3. Wow, Gio, je bent echt veranderd. Weet ik. Het is echt een meisje. Oké, zet onder in de reacties als je met hem wilt daten. Ja, ja. Willen jullie daten met hem? En like je op deze video. Oké. Ja, kom, we gaan dus we klaar. We gaan nu uitkleden, het is klaar. Gio is... Ik heb mijn opdracht mooi klaar. Gedaan. Ik hoop... Arthur is bij de volgende video, dus hij het slachtoffer. Dan moet ik weer wat doen. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze video. Doe alvast een duimpje omhoog en abonneer hier beneden op de rode button. En plaats een reactie als je met hem wilt daten natuurlijk. Ja.